De civiel-militaire operatie Grammatti is met een simulatieaanrijding in Albina officieel afgesloten. De aanrijding die volledig in scène was gezet, was bedoeld om de samenwerking tussen de politie, militairen, brandweer en de medische ambulancedienst te verbeteren en effectief in te spelen op calamiteiten. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie zei dat Grammatti een van de strategieën is om dichter bij de samenleving te komen. Behalve het scenario is er de voorgaande dagen medische informatie verschaft aan de bewoners, een vaccinatiedag gehouden en de toilettengroep van VOJ Albina is gerenoveerd. Als overheidsdiensten moeten wij de dienstverlening naar de burgers steeds beter maken, zei de minister. Luitenant-kolonel Werner Kiyuasen, plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger, is niet ontevreden met de uitvoering van het project. Hij gaf echter aan dat de diensten vaker moeten trainen om de gezamenlijke dienstverlening te verbeteren. Ten aanzien van de vaccinatiedag zegt hij dat de vaccinatiebereidheid heel erg laag is geweest. Slechts 21 mensen hebben zich laten vaccineren. Bij de evaluatie zal nagegaan worden waaraan het heeft gelegen dat de opkomst van de burgers zo slecht was.